Want ik wil nu snel over naar het tweede deel van vanmiddag. Dat is de inleiding van Petri Embrechts en daarna het gesprek van Petri Embrechts en Ad van Ginneke. Petri en Ad, jullie zitten als het goed is online. Ik zie eerst Petri in beeld, want jij gaat ons eerst een stukje inleiding geven. En daarna gaan jullie ook een gesprek voeren. Dat is dus eenzelfde gesprek als hier aan tafel, maar dan met twee mensen die in een andere ook niet samen zitten. Dus dat wordt een spannende exercitie. Maar dat gaat vast lukken. Petri, ik geef jou het woord. Dankjewel. Dankjewel aan de voorgangers, collega Hertog en collega Luijks. En Ad, ik zie jou nog niet. Mijn collega Ad van Ginneke, maar misschien is het fijn als je alvast wel heel even de video openzet. Ad, dan weet ik dat je er bent en dan kan ik direct ook met jou in gesprek gaan. Het is altijd een beetje bijzonder om online een verhaal te vertellen. Maar soms is het wel heel te doen. Ik zie Ad, die is er inmiddels qua microfoon, alleen de video nog heel eventjes Ad. Dan ga ik even de introductie geven en dan kom ik direct bij jou terug. Ik wil het heel graag even kort met jullie hebben. Net is al even de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking aangestipt. Ik wil ook heel graag het met jullie hebben over... even kijken, dan moet je het natuurlijk wel doen. Ik vind het al heel fijn. Ja, over dat dilemma, zelfregie en zelfbeschikking, versus mensen ook behoeden en beschermen tegen onveilige situaties, als mensen dat zelf niet kunnen. Maar misschien is het goed om eerst ook heel even te vertellen wie wij eigenlijk zijn. Ik werk bij de academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking. En dat is net als eigenlijk alle academische werkplaatsen bij Transo, is dat een werkplaats die structureel met partners in de praktijk samenwerkt. In ons geval is dat met 15 zorgorganisaties, die staan eronder genoemd op de slide. Maar ook met de Landelijke Belangenvereniging, de LFB, voor en door mensen met een verstandelijke beperking en de Universiteit van Tilburg. Wij hebben, en daar zou ik met jullie echt heel erg lang over kunnen doorpraten, maar ik denk dat het voor vandaag belangrijk is om te weten dat wij onderzoek doen op eigenlijk 5 verschillende onderzoekslijnen. En jullie zien de 5e onderzoekslijn al staan. We hebben dat COVID-19 genoemd. Dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat net als iedereen, ik zie jullie nu niet zeg maar live voor me in het publiek, en dat heeft alles te maken met COVID. En dat betekent dat jullie en ik de afgelopen... anderhalf, 2 jaar heel veel vanuit thuis hebben zitten werken en al onze activiteiten ook flexibel om hebben moeten gooien. En daar zijn wel heel veel onderzoeken in opgezet om te kijken wat is nou de impact van COVID, maar ook de impact van deze maatregelen op mensen met een beperking, maar ook op hun ouders en op de mensen die in de zorg werken. Maar daarnaast hebben we een 4-tal onderzoekslijnen, ervaringsdeskundigheid en eigen regie, ik heb het even onderstreept, familie, kwaliteitszorg en vakmanschap, en e-health. Dat zijn eigenlijk de 4 onderzoekslijnen waar wij als academische werkplaats altijd al onderzoek naar hebben gedaan. Ja. Fijn, Ad. Zijn we weer. Fijn dat we elkaar zo zien. Het is wel grappig, want ik wilde eigenlijk zeggen van we zijn geen dag ouder geworden. Maar jij bent er alleen maar jonger op geworden als ik jou nu zie en op het filmpje. Het ziet er hartstikke goed uit. Ja, dat komt door het werk, hè? Ja. Maar Ad, misschien heel eventjes, want jij zei net... op het eind van dat filmpje zei jij van... ik heb mezelf gerespecteerd. Kun jij eens een beetje proberen uit te leggen wat dat voor jou betekent? Nou, dat betekent dat ik op een gegeven moment ben geconfronteerd weer dat ik iets onderleden had van een beperking. Wat weet ik nog steeds niet, maar ik heb het wel geaccepteerd van ja, dat zal nu zo wel zijn, maar niemand kan mij vertellen waar. En kun jij, want jij hebt natuurlijk, wij zijn alle twee, we zijn natuurlijk nog hartstikke jong, maar we zijn niet de jongste meer gehad. Dus we hebben allemaal natuurlijk het een en ander in ons leven al meegemaakt. En jij ook. Zou je daar iets over
kunnen vertellen wat je daarover wilt vertellen. Dat is aan jou. Maar zou je iets kunnen vertellen van wat jij in je leven zeg maar mee hebt gemaakt? En dan kunnen we daarna misschien gaan kijken van wat eigenlijk dat omslagpunt voor jou was. Nou, het belangrijkste in mijn leven was dat ik verslaafd ben geweest. Ja. Waar ben je aan verslaafd geweest? Ik ben 5 jaar verslaafd geweest aan de whisky. En op een gegeven moment begon mijn lichaam tegen te pruttelen. Ik kreeg koppijn, zat niet lekker in mijn vel, toen ben ik ermee gestopt. Van de ene op de andere dag. Was op mijn verjaardag. Kennissen brachten iedere fles whisky mee. Ik heb nog gezegd van, je kan hem mee terugnemen. Of ik gooi hem in de grondsteen. Nou, ik heb ze in de grondsteen gegooid. En ik heb het toch nooit meer aangeraakt. En kun jij, Ad, want dat was, zeg maar, die keuze maakte je op een bepaald moment, hè? Ja. Maar wat was er aan vooraf gegaan? Waarom ben je zo ver gekomen dat jij zelf die keuze kon gaan maken? Ja, ik denk de wil die ik heb. Ja. Als je een sterke wil hebt, dan kan er heel ver komen. Ja. En had iemand en tegen jou... Is. Sorry Ad, want soms er zitten wat vertragingen op de lijn. Dus sorry als ik jou in jouw zinnen onderbreek. Maar kun jij, had iemand dat tegen jou gezegd? Dat het belangrijk was om te stoppen? Of hoe ben je tot dat inzicht gekomen? Nou, daar ben ik zelf tot inzicht gekomen. Toen mijn lichaam begon te protesteren van, dit gaat niet goed. Ja. Ik zeg al, ik kreeg koppijn, wat ik normaal nooit had. Mijn maag en zo, dat draait er allemaal rond. Ja. Dus ik wist dat er iets niet goed was. Ja. En daarvoor ben ik toen gestopt en nog anderhalve week, ja, toen zat ik te shaken net Parkinson. Toen ben ik naar de huisarts gegaan. Die hebben me helemaal doorgelicht. En ben nog 14 dagen moest ik terugkomen bij hem. Ja. En toen had je 2 keuzes voor me. Of ik moest, als ik bleef drinken, had ik binnen 3 maanden dood geweest. Mm-hmm. Dus ik heb de goede keuze gemaakt, ik ben er nog steeds. Zeker, zeker. Ja. Ik ben er heel blij om. Alleen ik had niet zo in 1 keer mogen stoppen. Nee. Maar Ad, wat nou als, stel ik was de huisarts geweest of iemand anders en ik had tegen jou gezegd van dat jij zou moeten stoppen. Wat zou dat voor jou betekend hebben? Moeten is dwang, hè? Dat gaat niet lukken. Nee? Nee. Waarom niet, Ad? Waarom niet? Ja, ik vind moeten, dan wordt er iets opgelegd. Ja. Dan kan ze beter vragen van, zou je kunnen stoppen of wil je stoppen? Ja. Dat komt heel anders over dan je moet stoppen. Ja. Precies. Dus eigenlijk zeg jij van als iemand tegen mij toenertijd, hè, toen ik verslaafd was, had gezegd van je moet dit, dan was het niet gelukt. Ik heb zelf besloten om dat te gaan doen. Er is nog een ander moment wat voor jou heel belangrijk is geweest. Dat heb jij wel eens tegen mij verteld. Het moment dat jij door de Zuidwester werd gevraagd om aan een opleiding te beginnen. Ja, dat klopt. Vertel eens. Nou, ik werd door de Zuidwester gevraagd of ik ervaringsdeskundige gaan studeren. Ja. Nou, dat heb ik met 2 jaar aan de armen. Ik heb alleen een jaar moeten wachten voordat het echt daadwerkelijk gebeurde. Maar ja, als dat waar heb gehouden van, hey, hoe zit dat? Wanneer kunnen we? Ja. Nou, en ik heb die cursus goed afgerond. En toen dacht ik dat ik ook in een gat zou vallen. Ja. Maar ja, dat was dus niet, want ik kom bij jullie terecht. Bij de sociale werkplaats. Ja. Academische werkplaats. Precies. En Ad, wat heb jij van in die opleiding ervaringsdeskundigheid? Wat heb je daar? Wat is voor jou erin het belangrijkste geweest? Dat ik mijn zelfvertrouwen terugkreeg, mijn eigen respect. Ja. Dat was heel belangrijk voor mij, want dat was ik helemaal kwijt. Ja. Want eigenlijk hebben we 2 belangrijke dingen, hè, in jouw leven. Er zijn natuurlijk nog veel en veel meer belangrijke dingen. Want je bent een fantastische opa en je bent vader van mooie kinderen. Maar als we ons op deze 2 dingen focussen, Ad, dan zeg je van, goh, ik ben verslaafd geweest. En op een gegeven moment heb ik zelf besloten dat ik daarmee zou stoppen. Mm-hmm. En er is een moment geweest dat ik die opleiding ervaringsdeskundigheid ben gaan volgen. En dat heeft mij mijn eigen waarde en vertrouwen en respect weer teruggegeven. Ja. Toen zat jij bij de Zuidwester. Ja, daar zit jij nog steeds. Ja. Maar kun jij mij en de mensen die naar luisteren eens meenemen. Wat ben jij nadat je gestopt bent met drinken, ben je toen meteen naar de Zuidwester gegaan? Of hoe zat dat? Nee, er zat een hele poos tussen. Ja. Want ik heb een hele tijd bij mijn pleegvader gewoond totdat ik trouwde. Ja. En toen ben ik op een gegeven moment gezeten. Toen heb ik een paar keer op straat gezworven. Ja. Dus ik heb ook echt uit de prullenbakken gegeten. Ja.
En toen ben ik weer teruggegaan naar mijn pleegvrouw. Maar ja, die weer op een gegeven moment op straat gezet omdat je de huur niet betaalde. Die zei tegen mij altijd van, je moet niet gokken. En zelf deed hij het. Ja. Toen ben ik een keer bij de SMO in Breda terechtgekomen, sociale maatschappelijke opvang. En toen ben ik van daaruit via mij ben ik hier bij de Zuidwesten terechtgekomen. Zijn wij maar voor 3 maanden, zijn we, ja, ik zit er nog steeds. Ja, ja. Ik ben al 12 jaar dus. Precies. En als jij het hebt over, want je zit nu 12 jaar bij de Zuidwesten. En je vertelt ook wel de dingen die je daar doet. Waarom zit je daar nog steeds, Ad? Waarom vind je het daar goed? Waarom word je daar geholpen? Ja, ik heb in ieder geval een dak boven mijn hoofd. Ja. En ja, ik heb ook veel met de cliënten hier te doen. Ja. Ook sinds dat ik die cursus heb gedaan. Ik zit ook bij de cliëntenraad, dus ik voel me eigenlijk gewoon lekker hier zo. Ik voel me eigenlijk veilig hier. Ja. Dat was in het begin niet, maar nou wel. Ja. En zeg maar, de relatie met de professionals, met begeleiders, hoe is die? Die is op het ogenblik ook wel goed. Ja. En als jij over zo'n relatie nadenkt, wanneer vind je dan die relatie met die begeleiders goed? Hij is ook wel eens misschien een keer niet goed geweest, maar wanneer is die voor jou goed? Wat is belangrijk daarin? Dat ze naar luisteren. Ja. Dat ze tijd maken voor u. En dat zijn als het nodig is. Ja. Ja. En wanneer, wat betekent het bijvoorbeeld er zijn als het nodig is? Nou, ik heb 10 mei, ik zat ik bijna tegen een burn-out aan. Ja. En toen hoorde ik met de bel en toen stonden ze mee 3, 4 man stonden ze bij mij binnen. Ja. Van allerlei diensten. Ja. Terwijl ik altijd gedacht heb, ja, hulp hebben ze bij mij niet. Dus... Ja. Dus daar heb ik dan ook weer een stap in vooruit gemaakt dat er wel hulp voor mij nog is. Precies. En voor anderen. Precies. En Ad, misschien een paar laatste vragen. Jij zei ook, je bent sterker geworden door die opleiding ervaringsdeskundigheid. Hè? Respect voor jezelf. Daarna ben je als ervaringsdeskundige gaan werken. Wat doe jij dan bij bijvoorbeeld de academische werkplaats en wat brengt dat jou? Nou, ik geef bij de academische werkplaats gastcolleges, ja, bij de ROC. En dan gaat het ook over verslaving, daar hebben we ook een spel bij, sterker dan de kick. Ja. En ja, als ik aan het woord ben, iedereen houdt netjes zijn mond dicht en als ze een vraag hebben, dan steken ze de vinger netjes op. En het is van alle twee respect uit. Ja. En dat is echt... En daar doe ik het ook voor. Om die mensen die nou studeren, voor begeleider te zijn, of arts, of weet ik veel wat. Ja. Om die mee te geven van, vraag door als iemand zegt van het gaat goed. Want achter die deur kan het niet goed gaan. Precies. En doorvragen. Hoe moet iemand dat doen, Ad? Hoe zou je dat doen? Ik heb het al meegemaakt bij de huisarts. Dan kwam ik binnen en zei, hoe is het? Zeg, ja, maar gaat het goed? Nou, dan kan die feiten weer gaan. Ja, ja. En toen heb ik ook tegen die huis gezegd, zeg, zou je niet eens een keer doorvragen? Ja. Van hoe ik me eigenlijk nou echt voel? Ja, ja. Ja, ik denk, Ad, dat dit een hele mooie overstap is naar een laatste slide. Vind je dat goed? Ik vind het helemaal goed. Oké, dankjewel, Ad. Dan ga ik nu even weer het scherm delen. Dan zet ik hem er even op stil. Dat is goed. Het is altijd, we worden steeds technischer, hè? Als het goed is... Oh, wacht, nou moet ik natuurlijk wel even doorgaan, anders begint het filmpje weer opnieuw. Dat is niet de bedoeling. Eigenlijk gaat het... Ja, dit is hem. Want ik wilde eigenlijk het gesprek met Ad en mijzelf eindigen met deze slide. Misschien nog een kleintje, maar dan moet de voorzitter heel even ingrijpen als we te lang aan het woord zijn. Want ik denk dat als jullie naar het gesprek met Ad hebben geluisterd, dat je deze 3 dingen zult herkennen. En die 3 dingen, behoefte aan autonomie, behoefte aan verbondenheid en behoefte aan competentie, dat zijn 3 belangrijke pijlers van de zogenaamde zelfdeterminatietheorie. En die theorie die zegt eigenlijk heel simpel, als, er zijn boeken vol over geschreven, maar in de kern zegt hij, als voldaan wordt aan deze behoefte, dan zijn mensen gelukkiger. En kijk dan heel even naar het filmpje waarin bijvoorbeeld Anneke en Alice aangaven dat wat het allerbelangrijkste is dat mensen een beetje gelukkig zijn. En gelukkig zijn heeft te maken met die autonomie. Dat kwam in het filmpje naar voren en eigenlijk zei Ad dat net ook. Zeg niet tegen mij dat ik iets had gemoeten, want dan had ik het niet gedaan. Maar hoe stimuleer je iemand om dingen te doen? Hoe zorg je dat iemand
ze ruimte heeft om zelf beslissingen te nemen en zelf keuzes te maken. En een ander belangrijk punt, werd ook door Ad heel nadrukkelijk verteld, maar ook in het filmpje, het gevoel hebben dat je dat dus ook kunt. Dus de dingen die belangrijk voor jou zijn, dat je die ook kunt. Dat je zelf die keuzes ook kunt maken. Dat als jij les wil geven, dat er ook mensen zijn die jou helpen om dat zo goed mogelijk te doen en om daar ook in te groeien. Dus competentie, behoefte aan competentiebeleving. En een derde, en dat is eigenlijk wat Jelle in het filmpje aangaf, maar ook Ad weer, die behoefte aan verbondenheid. Dat er mensen zijn, verbonden voelen met andere cliënten in de cliëntenraad, of wat Jelle zei, dat ik zelf mijn keuzes kan maken, maar dat ik ook weet en voel, er is iemand achter mij, er staat iemand achter mij, dat als ik de verkeerde keuzes maak, of als het even niet lukt, dat ik er dan, dat die mij opvangt. En dat we er samen uitkomen. En eigenlijk zegt die theorie, als aan die drie behoeftes voldaan wordt, dan zijn mensen gelukkiger, hoger welbevinden, maar, en dat is denk ik belangrijk, zijn mensen ook gemotiveerd om aan gedrag te werken. Bijvoorbeeld aan hun verslaving. Of aan andere gedragingen waar je aan wil werken. Dus mensen zijn vanuit zichzelf meer gemotiveerd om aan dingen te werken die hun een optimale leven geven. En wat daarin belangrijk is, is dat je dat die omgeving, dus wij met z'n allen, professionals, informele netwerken, familie, die zijn ontzettend belangrijk om mensen te ondersteunen in die autonomie, te ondersteunen in die eigen regie. En je kunt eigenlijk twee zaken onderscheiden. Je kunt, wat eigenlijk Ad ook zei, heb het niet over moeten. Je kunt mensen beperken, controleren en druk uitoefenen. Maar je kunt ook, en dat is eigenlijk waar je natuurlijk met elkaar naartoe wil, en dat is ook wat die zelfdeterminatietheorie zegt, je kunt ook mensen ondersteunen, stimuleren van initiatieven, keuzes aanbieden, als mensen het zelf moeilijk vinden om die keuzes te benoemen, relevante informatie geven. Voordat we met Ad naar het ROC gingen, hebben we natuurlijk met Ad gesproken over, wat is het ROC, wat gaan we daar doen? Zou je dat willen doen? Wat heb je daarvoor nodig? En inleven in de cliënt. Eigenlijk wat Ad, maar ook in het filmpje werd gezegd, luisteren en inleven. He, dus er is ontzettend veel. Ja, ik vind het altijd heel mooi om met mensen in gesprek te gaan, omdat mensen zoveel dingen vertellen die ons helpen om zo'n theorie meteen te doorgronden. Luisteren naar iemand, mensen zelf hun keuzes laten maken. En als het soms lastig is, ze in elk geval meenemen in die keuzes. Dus Anneke, die ook op dat filmpje zei, eigenlijk vind ik het nog erger als ze het niet eens met me overleggen. Maar als eigenlijk gewoon verteld wordt, zo gaat het gebeuren. En dan zit je dus heel erg op dat controleren, druk uitoefenen en moeten. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is om vanuit die drie pijlers continu stil te staan, hoe wij dat als omgeving ook kunnen doen, zodat mensen zoveel mogelijk de ruimte ervaren. Of wat collega Kees Hertog aangaf, we zoveel mogelijk in staat zijn om goede zorg te leveren, om mensen te stimuleren, om hun mogelijkheden ook verder te ontwikkelen. Dankjewel. Dat was ons. Dankjewel, Petri, en dankjewel, Ad.